Para tanto, vamos abrir nossas Bíblias en el livro de Salmos, capítulo 127. Laten we onze Bijbels dan openen in Psalm 127. E versículo primeiro a seguir. En we gaan lezen vanaf vers 1 naar en verder. Vamos ler dois salmos que são em seguida uno al otro. En we gaan twee salmen lezen die een na de ander volgen. 127 e 128. 127 en 128. We gaan het in het Nederlands leren. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zoeken zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zoeken. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijanden spreken in de poort. Psalm 128. Welzalig is een ieder die de Heere vreest, die zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. En u zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. Amen. Amen. Gracias, Padre, por tu palabra. Dank u, Vader, voor uw woord. Por cada hermano, cada hermana que se encuentra aquí en esta voor elke mañana. Broeder en zuster die hier vandaag is. Sea tu nombre alabado, Señor, en nuestras vidas. Uw naam worden geheiligd in ons leven. Guarda tu pueblo en tus manos. Quero te pedir por cada família, Senhor. Ik wil u vragen voor elke familie hier, Heer. Cada família aqui neste dia. Elke familie, Heer. Quero te pedir por todas as famílias que nos estão escutando neste momento. Voor elke familie die ook aan het meeluisteren is online, que recebam tua palavra, dat ze uw Espírito Santo habla em nosso coração. Dat ze uw woord kunnen ontvangen. Spreek tot onze harten, Heer. Habla na vida de cada uno, Senhor, spreek de nosotros. Spreek in het leven van een ieder. Padre, que haya cambios en nuestra familia, Señor. Heer, dat er veranderingen mogen zijn in onze families. Que tú estés, Padre, en primer lugar en nuestra familia. Heer, dat u op de eerste plek mag zijn in onze families. Te adoramos por tu misericordia, Señor. Wij aanbidden u voor uw genade. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Por todo que tú eres, por el Dios grande que eres. Voor de grote God die u bent. Gracias, Padre. Dank u, Vader. Amen. Amen. Podemos sentarnos. Laten we zitten. Mis amados, este salmo nos trae una reflexión sobre lo que es la familia cristiana. Deze psalm geeft ons een reflectie over het christelijke familie. Y de eso queremos hablar un poco aquí hoy. En hier willen we vandaag over spreken. Nuestro tema de hoy es Dios en primer lugar en la familia. Onze tema vandaag is God eerst. En mi casa, Dios primero. Bij mij thuis, bij ons thuis is God eerst. Vamos decir juntos, laten we het casa, samen zeggen, bij ons thuis Dios primero. Is God eerst. Esta es una base principal para todos aquellos que ya tienen familia y los que quieren comenzar, los que van a comenzar una familia. Dit is een principe dat voor iedereen die een familie heeft en iedereen die later een familie wilt. El salmista nos trae, el escritor de este salmo nos trae una explicación. En dos salmos, o sea, el salmo 127 y el salmo 128. De salmist geeft ons hier een uitleg in twee salmen, in salmo 127 en salmo 128. El salmo 128 es el seguimiento del 127. 128 volgt op 127.
Y nos empieza, o sea, empieza este salmo hablando sobre la construcción de un hogar. En het begint te spreken over het bouwen van een huis. Y nos dice, si el Señor no edifica la casa. En het zegt ons, als de Heere het huis niet bouwt, en vano trabaja los que en ella edifican. Dan werken de werkers, zoeken de werkers tevergeefs. O sea, met cuando andere hablamos woorden, de la familia, wanneer we spreken over familie, hablamos de un grupo de personas que trabajan juntos para el bienestar de una organización. Dan spreken we over een groep van mensen die samenwerken binnen een organisatie. Este grupo si, o sea, están lleno por tres clases de personas que son el padre, la esposa y los hijos. En deze groep bestaat dus uit de vader, de moeder en het kind. La familia es una organización creada por Dios. Eso nosotros todos sabemos aquí. De familie is iets dat gesticht is door God zelf. Dit weten we. Hay muchas organizaciones en el mundo que tuvieron sus fundadores y sus fundadores ya se murieron. Er zijn heel veel organisaties in de wereld die een bepaalde stichter hadden, maar die zijn gestorven. Lo que hay es una foto, por ejemplo, si usted va hoy a Coca-Cola, quizás va a ver ahí una foto del fundador de Coca-Cola, quizás. Misschien vind je bij Coca-Cola, misschien vind je daar de foto van een stichter, misschien. Coca-Cola 1 está por ahí. No sabemos hasta cuándo. En Coca-Cola is nog steeds daar, we weten niet tot wanneer. Y ahora hay zero, ¿no? En nu is er zero. Pero da igual. Maar het is bijna hetzelfde. Es Coca-Cola siempre. Het blijft Coca-Cola. Cuando hablamos de la familia, hablamos, debemos de hablar primeramente de quién la empezó, de quién es su fundador. Als we het hebben over de familie, moeten we even eerst kijken wie het heeft gesticht, wie het is begonnen. Y el fundador de la familia es eterno. En de stichter, degene die het is begonnen, is eeuwig. Fue Dios mismo quien creó la familia. Het is God zelf die begon met het concept van familie. Por lo tanto, la familia tiene valores eternos. Dus daarom zijn is de waarde van familie ook eeuwig. Y lo primero que caracteriza una familia son los valores que ella tiene. En wat een familie categoriseert zijn de waardes die er zijn binnen een familie. Hoy en día el concepto de la familia moderna ha cambiado de tal manera en que todos tienen total autoridad en la casa. Vandaag is het concept van familie bijvoorbeeld zodanig veranderd dat nu iedereen autoriteit heeft binnen het huis. La familia patriarcal, o sea, la familia bíblica, de Bijbelse familie está compuesta de la siguiente manera. Bestaat uit de volgende manier. El padre, la madre y los hijos. De vader, de moeder en de kinderen. El padre y la madre son autoridades que mantienen en conjunto trabajando juntos para el bienestar de los hijos. De vader en de moeder zijn daarbij autoriteiten die samenwerken voor de kinderen en voor de kinderen, ja. En la Biblia también nos dice que la familia, que los padres deben de amarse los unos a los otros. Aparte de amarse los unos a los otros, usted podrá amar también a sus hijos y mantener un ambiente de amor en la casa. En wat er dan moet heersen in het huis is liefde, waarbij de ouders elkaar lief hebben en ook zo ook de kinderen lief hebben. Los padres que quieren tener hijos buenos, ouders die goede kinderen willen, hijos que aman, kinderen die lief hebben, hijos con valores, kinderen met waarden, hijos que tienen estabilidad emocional, kinderen die emotioneel stabiel zijn, deben de primeramente ejercitar este principio, esos principios entre los dos, esposo y esposa. Moeten eerst dezelfde principes ook uitleven in het leven van de echtpaar. Los hijos
normalmente ellos salen a los padres, ellos parecen a sus padres. Normaliter lijken de kinderen heel veel op hun ouders. Y quieren quieren ser como sus padres en el futuro muchas veces. En ze willen zijn zoals hun ouders in de toekomst. Cuando la Biblia dice aquí si el Señor no edifica la casa, wanneer de Bijbel zegt als de Heere het huis niet bouwt, en vano trabaja los que en ella edifica, te vergeefs zoeken de werkers eraan. Eso significa que es por nada luchar, esforzarse, sudar sin la protección de Dios, sin la ayuda de Dios. Dat betekent dat het voor niks dat je aan het verspillen bent om te werken, te zoeken zonder Gods hulp erbij te hebben. Todo será muy difícil. Alles zal extra moeilijk zijn. Y eso es lo que vemos en los días en que vivimos. En dat zien we ook in de dagen waarin we leven. La familia que tiene Dios, de familie die God als eerste heeft, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Heeft allereerst Gods koninkrijk en zijn rechtvaardigheid, die zoekt dat als eerste. Y busca estar dentro de la voluntad de Dios. En die zoekt om binnen Gods wil te zijn. Quiere que su familia esté dentro de la voluntad de Dios. En die wil dat zijn familie binnen Gods wil zitten. Por lo tanto, el salmo aquí nos dice que es por nada tanto esfuerzo si dejamos Dios aparte. Dus de psalmist zegt ons, het is niet de moeite waard als we God aan de zijkant laten. O sea, Dios en primer lugar en la familia. Dus God als eerste in de familie. Muchos se casan pensando en construir y hay una y claro, cuando nos casamos lo que primero viene es la construcción. En natuurlijk wanneer wij trouwen is er allereerst het bouwen. Mi ejemplo, por ejemplo, cuando me casé, tuve que toen ik getrouwd was, buscar en primer lugar una casita para vivir. Ik moest allereerst een huisje vinden om te gaan wonen. Dice que quien casa quiere casa, ¿no? Ze zeggen wie trouwt. Así se habla también por allá, aquí en Holanda también. Quien casa quiere casa. Wie trouwt wil een huisje, boompje, beestje. Es muy natural y usted ve hasta los propios pájaros. En je ziet zelfs de vogels doen hetzelfde. Antes de crear la familia. Voordat ze de familie stichten. Ellos primero hacen sus nidos, preparan los nidos. Bouwen ze eerst een nest, een huisje. Esos días estaba viendo cuántos nidos de pájaro hay. Increíbles modelos, diferentes modelos. Ik zat laatst te kijken naar alle nesten die er zijn van vogels. Eso ya es un tino que Dios puso en ellos. Het is al iets dat ze een instinct dat ze hebben. Ellos van a comenzar con algo. Ze gaan iets beginnen. Es muy lindo, es muy importante eso. Het is heel belangrijk. El problema grande que podremos tener. Dat grote probleem dat we kunnen hebben. Es pensar que el matrimonio se resume en una construcción, en construir una casa, en comprar muebles. Todo eso hace parte. Het probleem dat we kunnen hebben is om te denken dat het huwelijk of de familie inhoudt dat je een huis bouwt en meubels koopt. Dat maakt er ook deel van. Pero lo más importante es construir el hogar. Maar het meest belangrijke is niet om een huis te bouwen, porque maar om een thuis te bouwen. Podremos vivir en la casa más bella, más lujosa y no tener un hogar. Want we kunnen in de meest mooie huis wonen, maar niet een thuis hebben. Y eso no es felicidad. En dat is geen blijdschap. Entonces, la familia cristiana en los principios de Dios. Dus de christelijke familie met in de principes van God. Pensamos en construir el hogar primeramente antes que todo. We denken allereerst we gaan een thuis bouwen. Entonces, construir el hogar es construir relaciones. Een thuis bouwen betekent relaties bouwen. Y buscando el principio para todo eso. En
als principe. Vamos al fundador, al que comenzó la familia. Kijken we dus naar de stichter, hij die, het concept van familie is begonnen. Vamos a Dios. We gaan naar God. Y decimos, Señor, ¿qué quiere para esta familia? En we zeggen, Heere, wat wilt u voor deze familie? ¿Qué quiere para este matrimonio? Wat wilt u voor dit huwelijk? Yo estaré dispuesto a andar en tus pasos. Ik wil wandelen binnen uw stappen. Y yo quiero que esta familia sea un modelo para la sociedad. En ik wil dat deze familie een modelfamilie wordt voor porque de maatschappij. La familia empieza en un núcleo particular. Het familie begint in een cel apart. Y después va hacia la sociedad. En daarna gaat hij vandaar naar de maatschappij. Por lo tanto, es sumamente importante que los principios que salga de ella sean principios sanos. Daarom is het belangrijk dat de principes die daaruit vloeien gezonde principes zijn. Muchos se casan y se mantienen en un sistema de trabajar demasiado y para conseguir patrimonios. En velen trouwen bijvoorbeeld of hebben familie en willen hebben een concept van heel veel werken om spullen te hebben. Ja, los patrimonios está bien. Spullen nada zijn contra, goed. Es importante. Er is niks tegen spullen. Spullen zijn belangrijk. Pero más que el patrimonio es el matrimonio. Maar meer dan spullen is het huwelijk. Entonces lo que pasa es que el trabajar demasiado, el afanarse. Dus het te veel werken. Uno por un lado, otro por otro. De ene werkt te veel aan deze kant, de ander aan de andere kant. Si sobrecargan demasiado. Wordt het een vermoeiende paar. Claro que todos tenemos que trabajar. Natuurlijk moet iedereen werken. A mantener la familia. Iedereen moet zijn familie onderhouden. Pero hemos visto modelos que no son buenos. Maar we hebben modellen gezien que se sobrecargan. Die niet werken. Dat zijn mensen die zichzelf overbelasten. Y el propio trabajo del día a día como es tanto. En het dagelijkse werk, omdat het zoveel is. Les dejan separados como hogar. Laat het huis in een scheiding zitten. Una familia después de trabajar 15 años con un propósito. Een familie nadat die 15 jaar werkt met een doel. Trabajaban los días, las horas del día y también horas de la noche. Y cuando se, y ya no se encontraban en casa. Una familia. Ah, okay, er was een familie dat constant werkte 15 jaar lang. En ze zagen elkaar bijna niet 15 jaar lang. Constant werken voor een doel. Entonces dijeron que con 15 años en esta vida. En ze zeiden met 15 jaar in dit leven. Compraron lo que querían comprar. Ze kochten wat ze wilden kopen. Pero ellos estaban separados. Maar ze waren uiteindelijk uit elkaar. Y la esposa pregunta al esposo, ¿quién eres tú que ya no te conozco? En de vrouw vraagt aan de man, wie ben jij, want ik ken je niet meer. En otras palabras, ¿dónde se fue todo el esfuerzo? Met andere woorden, waar is al die moeite en inspanning naartoe gegaan? Por lo tanto, de nada vale despertarse por la mañana, como dice aquí, comer pan de dolores. Het is daarom niet de moeite waard, zoals het hier zegt, om 's ochtends vroeg op te staan en hard te zoeken. Porque es Dios quien edifica. Zonder dat God het bouwt, want het is God es die het Dios bouwt. Quien construye. God is degene die het huis moet bouwen. Y eso pasa muchas veces. En dit gebeurt vaak. Lo que hace una pareja feliz no es cuánto gana. Wat een familie of een paar of een familie blij maakt is niet hoeveel er verdiend wordt. Sino cuánto invierte. Maar hoeveel er geïnvesteerd wordt in de thuis. Se puede ganar mucho. Je kan heel veel verdienen. Pero la pregunta es, ¿estás invirtiendo mucho? Maar de juiste vraag is, ben je veel aan het investeren in het huis? Si no invierte mucho, entonces no vale la pena. Als je niet veel investeert, dan is het niet de moeite waard. Por lo tanto, ese salmo aquí es muy nos habla que Dios debe de ser siempre el centro de nuestra familia. Dus de psalm legt ons uit dat God het centrum moet zijn van onze familie. La familia fue llamada por Dios para invertir en valores que son eternos. De familie is door God geroepen om te investeren in waardes die eeuwig zijn. Los valores que invertimos son valores eternos. Het zijn eeuwige waarden. La iglesia no fue llamada para invertir
In valores que passam, in coisas que passam. De kerk is niet geroepen om te investeren in dingen die voorbij gaan. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno. Daarom zei Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom? Want het koninkrijk is eeuwig. Y nosotros todos aquí estamos aquí para invertir en cosas eternas. En wij zijn allemaal hier om te investeren in eeuwige dingen. Invertir en cosas que se acaba aquí. Om te investeren in dingen die hier ophouden te bestaan, heeft niet echt waarde. El invertimento más grande que podremos hacer es cuando invertimos en el reino mismo de Dios. De grootste investering dat we kunnen hebben is om te investeren in het koninkrijk van God zelf. O sea, es cuando conectamos nuestra familia al reino de Dios. Dus wanneer wij onze families verbinden met het koninkrijk van God. Y debemos entender eso. En we moeten dit begrijpen. Si separamos nuestra familia del reino de Dios. Als we onze families scheiden van Gods koninkrijk. Entonces somos un reino aparte. Dan zijn we een koninkrijk dat apart is. Entonces el reino de Dios es nuestra familia y nuestra familia es el reino de Dios. Dus, ¿cuántos pueden decir amén? Het koninkrijk van God is onze familie en onze familie is het koninkrijk van God. ¿Cuál es nuestra prioridad entonces? Wat is dus onze prioriteit? ¿Cuál es el modelo para la familia? Wat is dus het model voor de familie? En primer lugar, Dios. Dus op eerste plek. Segundo lugar, el su cónyuge. En ten tweede je paar, je echtpaar. Su pareja. Je partner. Tercer lugar. En op de derde plek. Los hijos. De kinderen. Y cuarto lugar. En vierde. Las cosas. De dingen. Vea que las cosas vienen, hay que estar por allá por último. Weet dat de spullen, de dingen helemaal als laatste komen. Porque lo que tiene más valor debe de estar adelante. Want wat het meeste waardevol is, moet vooraan zijn. En primer lugar, Dios. Allereerst God. Ya he dicho aquí alguna vez que el matrimonio es como un driehoek. Dios, hombre y mujer. Het huwelijk is als een driehoek, heb je het eerder verteld. Entonces, el creador siempre debe de estar allí como God, de schepper, moet altijd daar zijn als de gids. Sin Dios, zonder God. Es como edificar una casa y quitar las columnas. Als je geen God hebt, is het alsof je een huis aan het bouwen bent en je haalt alle columns weg. Alle pilaren haal je weg. Esta casa no podrá seguir adelante. Deze huis zal niet vooruit kunnen gaan. Así que Dios es la prioridad dus en nuestro God hogar. Moet de prioriteit zijn binnen ons huis. Cuando digo que Dios es la prioridad en mi hogar, estoy diciendo que Dios es la persona principal que debe de ser, que debe de tener prioridad en todo. Dus wanneer ik zeg dat God eerste is in ons huis, betekent het dat wij hem als de voornaamste persoon plaatsen binnen ons huis. Prioridad en las direcciones que tomamos. Dus wanneer we een beslissing nemen, heeft hij de prioriteit. En la enseñanza que voy a enseñar a mis hijos. Wanneer we onze kinderen gaan onderwijzen, heeft hij de prioriteit. Wat gaan we de kinderen onderwijzen? Hoy tenemos el falso sentimiento de que enviamos nuestros hijos a la escuela y todo está bien por allá. Vandaag denken we van, weet je, ik stuur maar mijn kinderen naar school en dan komt het wel allemaal goed. O sea, estamos transfiriendo nuestra responsabilidad de enseñanza al gobierno. En we zetten onze verantwoordelijkheid van onderwijs op de schouders van de overheid. Y el gobierno enseña, las escuelas enseñan matemática, enseñan natuurkunde, wiskunde, todos los kunde, pero school leert alle kundes. Pero no enseña valores. Maar niet waarden. Hallo. No enseña valores. Het is niet aan de overheid om waarden te onderwijzen. Valores se enseña en el reino eterno. Waarden, kom. En el reino eterno. In de eeuwige koninkrijk krijgen wij onze waarden. Valores se enseña en la familia, en el núcleo. Waarden krijg je thuis. Het is thuis dat je waarden leert. El padre. De vader. La madre. De moeder. Esta madre sabia. Deze wijze moeder. Este padre sabio. Deze wijze vader. Son ustedes que enseñan valores. Dat zijn de ouders die waarden doorgeven aan de kinderen.
E valores é assim, porque uma pessoa aprende todo, pode aprender a ser um bom administrador, um bom administrador de dinheiro, por exemplo, de um banco. Dus op school leer je, dus je kan een goede administrateur zijn, een goede persoon in administratie zijn in de bank. Pero si no aprendió valores, maar als je geen waarde hebt geleerd, va a funcionar mal. Dan ga je slecht functioneren. Porque va a correr lo que no es de él, want dan ga je bijvoorbeeld geld pakken dat niet van jou is. Porque no aprendió valores. Want je hebt geen waarden geleerd. Entonces, valores es con los padres. Dus waarden krijgen we van de ouders. Demos prioridad, hermanos. Laten we dit als prioriteit zien. A Dios. En primer lugar. Laten we God op de eerste plek zetten. En nuestra enseñanza. In onze con nuestros hijos. In onze onderwijs aan onze kinderen. En todo. In alles. Las primeras horas del día. De eerste uren van de dag. Enseñemos a nuestros hijos que la primera hora del día es con Dios. Laat onze kinderen leren dat de eerste uur van je dag is voor God. Y entonces ellos van a aprender la ética de orar por la mañana. Dan zullen ze de ethiek leren om 's ochtends te bidden. Hoy en día lo que se ve es levantar, mirar el teléfono y listo. Vandaag de dag is het opstaan, gelijk telefoon pakken en klaar. Como si la noche es algo que tengo derecho. Alsof de nacht die je hebt gehad, je had er gewoon recht op en. La noche que pasé fue un regalo que Dios me dio. Nee, de nacht die je hebt gehad was een cadeau van God. Por lo tanto, debemos de agradecer. Dus in de ochtend moet je hem y debemos bedanken. De pedir para el día siguiente. Je hoort hem ook te bedanken voor de volgende dag. Dios en primer lugar, Dios en mis finanzas. God in mijn financiën. Recibo mi salario, saco el primero de Dios y lo resto pago las cuentas y hago lo que tengo que hacer. Ik krijg mijn salaris, ik zet het eerst apart voor God en de rest betaal ik wat ik moet betalen. En todas las áreas de nuestra vida. In elke gedeelte van ons leven. Diga conmigo, Dios primero. Zeg samen met mij, God eerst. En mi casa. In mijn huis. En mi familia. In mijn familie. Y después viene el cónyuge. En daarna komt de partner. Su pareja. Je echtgenoot. Ja, porque no se puede poner la pareja en lugar de Dios. Want je kan je partners niet zetten op de plek van God. Después la pareja. Daarna de partner. La pareja debe ser amada. Er moet liefde zijn. La pareja debe ser muy querida. Moet heel erg bemind zijn. Por más que una pareja se ama uno al otro, no podrán tener éxito completo sin la bendición de Dios o sin que Dios esté en primer lugar. Het maakt niet uit hoeveel een paar van elkaar houdt. Als ze God niet op eerste plek hebben, zullen ze niet zo succesvol zijn zoals ze kunnen zijn met God. Una pareja muchas veces cuando nacen los hijos he visto eso. In al mijn jaren wat ik heb gezien is wanneer een kinderen geboren worden bij echtparen. Wanneer kinderen geboren worden lijkt het alsof de echtparen zo blij worden. Dat ze de tijd die ze met elkaar door hadden, dat ze dat nu alleen maar besteden met de kinderen. Y a veces hay jaloers. En soms is er jaloersheid. Y quiera o no el tiempo de la pareja hay que ser apart. Hoe je het went of keert, de tijd van de echtpaard moet bewaard worden, beschermd worden. Una vez pregunté a un muchacho, ¿a quién amas más, a usted o a su esposa? Een keer vroeg ik aan iemand, van wie hou je meer, van jezelf of van je echtgenoot? Y él bueno, a los dos. En hij zei van allebei. ¿Y a quién ama más? En van wie hou je meer? A su esposa o a su hijo. Van je kinderen of van je vrouw of van je kind. Pensó dos veces. Hij dacht even na. Mire, a mi hijo. En toen zei hij van mijn kind. Y eso es natural para todos. En het was als iets natuurlijks voor hem. Él dijo no. En ik zei nee. Hay que dedicarse más a su esposa. Je moet je meer toewijden aan je vrouw. Parece raro, ¿no? Lijkt raar, hè? Pero así es. Maar zo is het.
El cónyuge hay que estar más pegado uno al otro. Ze moeten meer samen zijn, in eenheid zijn. Los hijos, todos se van. Alle kinderen gaan weg. Al final, aan het einde, es usted is het jij con su cónyuge, met je partner que estará junto. Die samen zullen zijn. Y si vivieron amargados, en als jullie bitter hebben samen geleefd, ahora van a vivir como bala de ping-pong, nu ga je nu leven als pingpongballen die tegen elkaar vechten. Pero los hijos están por allá. Mire, en mi casa, por ejemplo, todos se fueron. Bij mij thuis bijvoorbeeld, alle kinderen zijn weg. Hasta este señor se fue. Zelfs deze meneer is weggegaan. El último. De laatste. Ella está con su familia. En hij zat met zijn familie. ¿Y qué hubiera pasado? En wat zou er zijn gebeurd? Si toda dedicación hubiera sido solamente a ellos. Als ik mijn hele leven alleen maar aan hun had besteed. Si hubiera negligenciado la... La esposa. Als ik mijn echtgenoot had verwaarloosd. Y ahora somos los dos que estamos juntos. En nu zijn wij twee alleen samen. Así que dus hay que pensar en eso. Je moet goed erover nadenken. Ame a su pareja. Hou van je partner. Dedíquese a él. Wijd je toe aan hem of haar. Los hijos son herencia. De kinderen zijn heredad. De kinderen zijn een erfenis. Como dice aquí, zoals en la Biblia. Hier zegt. Los hijos son heredad de Jehová. Ze zijn het eigendom van de Heer, staat het hier. ¿Y por qué son heredad? Waarom? Porque Dios nos ha dado. Want God heeft het ons gegeven. Pero Dios nos ha dado para nosotros cuidar aquí, amarlos. God heeft ons kinderen gegeven om ervoor te zorgen, om ervan te houden. Y finalmente, quien tiene dominio en su familia es Dios. En uiteindelijk wie de baas is, wie de heer is in het huis, is God. Y feliz será la familia que Dios tiene el control sobre ella. En de familie zal gezegend zijn waarbij God de controle heeft. Entonces Dios dio los hijos y los hijos son heredades de Dios. Dus God heeft kinderen gegeven en de kinderen zijn van God. Entonces, dus usted se quedará solo después. Je zult daarna alleen overblijven met je partner. Dedíquese. Esta es la formación del hogar. Wijd je toe, want dit is de vorming van het huis. En el hogar se comparten las bendiciones de Dios. In het huis delen we de zegeningen van God. En el hogar se comparten las provisiones de Dios. We delen de voorzieningen die er zijn. Enseña a sus hijos que todo lo que entra en el hogar es provisión de Dios. Leer je kinderen dat alles wat je krijgt is van God gekomen. Enseña a sus hijos ofrendar en la iglesia para ellos tener este principio en su vida. Leer je kinderen om offers te geven in de kerk zodat ze die principes meenemen. Para que no sea egoísta concernente a los principios de Dios. Zodat ze later niet egoïsten zullen zijn. Eso es muy importante. Dit is heel belangrijk. Enseñe a sus hijos que ellos son dependientes de Dios. Leer ze dat ze afhankelijk zijn van God. Aleluya. Aleluya. Amen. El cónyuge tiene un papel muy, muy importante. Y la pareja no puede dejar esta parte. Dus de echtpaar kan de partner niet verwaarlozen. Y ahora dice que los hijos son herencia del Señor. En hij zegt hier, zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. Y el fruto del vientre. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Su galardón, su recompensa. Los hijos son herencia. Ze zijn eigendom van de Heer. Los hijos a veces es un problema actualmente para la humanidad. Vandaag de dag is het een probleem voor de mensen. Vivimos en días muy difíciles. We leven in moeilijke dagen. Donde para muchas parejas para muchas familias que están empezando, waar voor vele families die net beginnen, ellos ven los niños como problema. Nu, van hedendaag zie je kinderen als een probleem. Los niños nunca son problema. De kinderen zijn geen probleem. La Biblia dice que los niños siempre son bendiciones. De Bijbel zegt dat het een zegen is. Y Jesús dijo, dejad venir cerca mí los niños, porque el reino de Dios es de ellos. Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen, want het koninkrijk van God is van hun. Déjame decirle una cosa aquí. Laat me één ding zeggen. Satanás no le gusta los niños. De duivel houdt niet van de kinderen. Porque ellos saben que los niños son puros. Want hij weet dat de kinderen puur zijn. Entonces sabe que él hace, que Satanás hace. Weet je wat hij wil doen? Busca matar los niños. Probeert ze te doden.
Y Satanás busca matar a los niños porque tiene rabia a los niños. En hij probeert ze te doden omdat hij woede heeft. Haat. Esta semana yo estaba me quedé muy sorpreso con lo que pasó en Argentina, no sé si ustedes vieron. Deze week una cantidad de gente en Buenos Aires. Deze week was ik heel erg geschrokken van wat er plaatsvond in Argentinië, in Buenos Aires. La ley de la matanza de los niños. Waar een groep mensen dat aan het vieren waren dat we nu kinderen kunnen doden. Porque podemos llamar abortos, pero abortos es un nombre más suave, ¿no? We kunnen het abortus noemen, want het is wat zachter. Lo correcto es matanza de los niños. Maar het juiste is het doden van een kind. Entonces ahí estaban celebrando, haciendo fiesta. En je zag een menigte vieren en schreeuwen en springen. Ganaron el gobierno, consiguieron. Ze hebben het is een geluk om de overheid over te halen. Consiguieron ahora matar a los niños. Het is nu gelukt om kinderen te doden. Y hermanos, brothers and sisters, la Biblia habla del Dios Moloch, era un Dios del tiempo del Antiguo Testamento que aún está hoy. De Bijbel heeft het in het Oude Testament over een afgod genaamd Moloch. Ellos llevaban los hijos a Moloch. Moloch le encantaba sacrificio de niños. En er waren sommigen die hun kinderen brachten naar Moloch om te offeren. Entonces ellos echaban los niños en la barriga de Moloch tenía una barriga abierta que había fuego adentro y quemaba los niños. En ze gooiden de kinderen daarin. Entonces, los sacrificios que se hacían al dios Moloch. Dat was het offer dat ze deden aan het god van Moloch. Entonces, Moloch sigue en el mundo. En we zien het nog steeds terug in de wereld. Pero ahora muchísimo peor. Maar nu is het veel erger. Muchísimo peor. Veel erger. Con la práctica del aborto. Met de praktijk van abortus. Entonces, es la práctica de matar personas inocentes que no tienen ninguna defensa. Het is de praktijk van onschuldige mensen doden die geen enkele bescherming hebben. Entonces, las familias deben de tener cuidado. Dus de families moeten voorzichtig zijn. Porque no todo que la ley dice que ya se puede. Want niet alles wat de wet zegt dat goed is of dat kan. No podemos hacerlo. Het betekent niet dat het goed is of dat we kunnen doen. Porque servimos a Dios. Want we dienen God. La ley aquí dice sí, pero Dios dice no. De wet zegt ja, maar God zegt nee. Y el evangelio es eso. En dat is het evangelie. El evangelio es sí o no. Het evangelie is ja of nee. Con Dios no hay cosa de vuelta, no. Met God o es o no es. Met God is het zo. Los hijos son herencia. Del Señor. De kinderen zijn eigendom van de Heer. Muchos tienen problemas con los hijos. Velen hebben problemen met de kinderen. Pero los hijos son bendición. Maar de kinderen zijn een zegen. Una vez alguien me pidió un consejo que iba a cometer un aborto. Een keer vroeg mij iemand een advies, want die wilde abortus plegen. Y me dijo, ¿qué debo hacer? En zei, wat moet ik doen? Tengo que hacer. Ik moet het doen. Pero hago o no. Maar moet ik het doen of niet? Y yo dije, ¿usted tiene otro hijo? En ik zei, heb je een ander kind? Ella dijo, sí. Ze zei, ja. ¿Tienes ganas de matar el otro? Wil je de ander doden? No mataré mi hijo por nada. Mijn kind niet, nee. Y le dije, ¿y cuál es la diferencia? En ik zei, wat is het verschil? Es igual. Het is hetzelfde. Solamente que uno está en el contexto social. Eentje is in een sociale context. Y otro aún no ha llegado al contexto social, pero está vivo. En de ander is nog steeds niet in de sociale context, maar is wel levend. Hermanos. Broeders en zusters. Los días son difíciles. De dagen zijn moeilijk. Los ataques contra la familia es grande. De aanvallen tegen de familie zijn groot. Pero la iglesia del Señor. Maar de kerk van God. Debe de ser siempre sal de la tierra y luz en el mundo. Moet altijd zout van de aarde zijn en licht van de wereld. Amen. La iglesia fue puesta en la tierra por Jesús como responsable para cambiar el mundo. De kerk is geplaatst in de wereld om verandering teweeg te brengen in de wereld. Jesús dijo, vosotros son la sal de la tierra. Y si la sal no tiene sabor, entonces no sirve. Jezus zegt van, jullie zijn de zout van de aarde. Maar als de zout geen smaak meer heeft, het dient nergens meer voor. Cada uno de nosotros debemos de ver nuestro smaak.
como está. En ieder van ons moet kijken naar onze smaak en hoe we smaken. Si podremos dar smaak, sabor a esta tierra. Geven wij nog wel smaak in onze omgeving? Porque la tierra si queda cada vez más peor. Porque la iglesia no cumple su tarea. Want de wereld wordt steeds erger omdat de kerk zijn taak niet volbrengt. Ja. Cuando cumplimos nuestra tarea, wanneer we onze taken volbrengen, como iglesia de Cristo, als kerk van Christus, entonces habrá cambio. Dan zal er verandering zijn. Quiere cambiar su barrio, sea sal, sea luz. Wil je je buurt veranderen, wees zout, wees licht. Quiere cambiar su familia, sea luz, sea sal, de sabor. Wil je familie veranderen, wees zout, wees licht. Breng smaak. A Dios sea la gloria. Aan God zij de glorie. Entonces, las prioridades, volviendo al texto, las prioridades en el matrimonio es, en primer lugar, Dios. Dus de prioriteit binnen het huwelijk is allereerst God. Daarna de partner. El partner, después. Daarna de kinderen. Los hijos, y después. Daarna de las cosas. Ja, spullen. Naturalmente. Los hijos son herencia de Jehová. De kinderen zijn eigendom van de Heer. Nuestra sociedad se olvida de Dios. Ama las cosas. Usa a las personas, ¿ve? Onze maatschappij nu is heel anders. We vergeten God. We ama las cosas. We houden van de spullen. Y olvida las personas. En we vergeten de mensen. ¿Cuál es el valor? El valor es las personas. Wat is de juiste waarde? De waarde is personas son los que tienen valor. Cosas no tienen valor. Mensen zijn waardevol. Dingen zijn niet waardevol. Las personas tienen valor. Mensen zijn waardevol. El tema de esta iglesia, de este ministerio es love God and loving people. Entendemos que amamos a Dios. De slogan van deze kerk is loving God and loving people. We houden van God. Y haremos de todo para amar personas. En we doen van alles om van mensen te houden. Para guiar personas. Om mensen te leiden. Para amar a todos. Om allen lief te hebben. Porque el contexto del mundo es diferente. Want de context van de wereld is anders. Ama las cosas. Ze houden van spullen. Y usan las personas. En ze gebruiken de mensen. Y se olvidan de Dios. En ze vergeten God. Dios está por allá olvidado. God is daar ergens vergeten. Cuando pasa un terremoto, ay, ¿dónde está Dios? Wanneer een aardbeving is, oh, waar is God dan? Cuando pasa una catástrofe mundial, ¿y Dios dónde estaba? Wanneer een wereldwijde catastrofe is, dan, oh, waar was God dan? Ja. Las cosas. Cuarto lugar, las cosas. Op de vierde plek, de spullen. La Biblia dice que las cosas vendrán por añadiduras. Palabra difícil, ¿no? De Bijbel zegt dat de spullen vendrán de mes. Zullen vanzelf komen. Amén. Pero viene así. Ah, het zal u gegeven worden. Oké. Okay, okay. Cae del cielo. Pero viene así de cualquier manera. Cae del cielo. Het komt. Of het valt van de hemel. Las cosas caen del cielo para nosotros, sí. Spullen komen vanzelf. No. Es un proceso que es una consecuencia. Un proceso que hemos recibido. Una bendición que recibimos. Por poner Dios en primer lugar. Dus het is een proces en een zegen dat we krijgen door God op de eerste plek te hebben. Es una consecuencia, no sé si está bien. Het is een gevolg ervan. Por poner Dios en primer lugar. Door God op de eerste plek te zetten. Dios nos bendice. Dan God zegent Dios bendice su familia. God zegent jouw familie. Dios prospera su familia. God laat je familie voorspoedigen. Usted solo tiene que que pone Dios en primer lugar. Je hoeft alleen God op de eerste plek te zetten. En su vida. In jouw leven. En su estudio. In jouw studie. En su vida profesional. In jouw baan. En su trabajo. In jouw werk. En lo que usted ha conseguido. En wat je hebt gekregen, alles. Dios en primer lugar. God op de eerste plek. Primero Dios. God eerst. Todos juntos. Samen met mij zeg God eerst. Dios. Primero Dios. Entonces el capítulo 128
Nos habla de la recompensa. En hoofdstuk 128 zegt ons dan over de beloning. Pero qué tenemos aquí? Una recompensa. Dus wat hebben we hier? Een beloning. El 127 nos presenta cómo podremos construir. 127 laat ons zien hoe we moeten bouwen. Y el Salmo 128 presenta el resultado o la bendición de haber construido bien, de haber hecho bien. En 128 toont ons het resultaat van goed bouwen. Y dice, el versículo 3, la esposa es como la esposa. Hij zegt ons, uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Oké. La esposa es como frutos que da al lado de la casa. Por todos lados hay frutos. Dus overal zie je de vruchten van de vrouw. Wow. La Biblia dice que el que consigue una mujer consigue algo precioso, ¿no? De Bijbel zegt, wie een echtgenote vindt, vindt iets geweldigs. Y alcanzó la benevolencia del Señor. En heeft de goedheid van God ervaren. Ja, y nos dice que la esposa está dando siempre frutos. En de Bijbel zegt dus dat de vrouw altijd vruchten geeft. Hey, las esposas presentarán sus frutos, ¿no? De echtgenotes geven hun vruchten. Amén. Amen. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿eh? Wat mooi. Y los hijos. En de kinderen. O sea, la esposa es aquella que está en la casa. De vrouw is dus aquella mente sabia, die vrouw die altijd wijs is, que dirige, die goed leidt, que hace las cosas con prudencia, die de dingen doet met wijsheid, que cumple su tarea, die haar taak volbrengt, como la madre en la casa, als de moeder thuis. Es una bendición. Het is een zegen. Los hijos es como plantas de olivos al lado de la mesa. De kinderen zijn als jonge olijfbomen rondom de tafel. Ahora la mesa, vamos a hablar sobre eso. Laten we praten over de tafel dan. ¿Qué pasa con la mesa en nuestros días? Wat is er nu gebeurd met onze tafels? ¿Cómo hemos tratado con la mesa? Hoe gaan we om met onze tafels? Vivimos en tiempos en que muchas veces la mesa está vacía en la hora de la comida. Heel vaak, we leven nu in een tijd waarbij de tafels leeg zijn. Porque uno está por allá, otro por otro lado. Want de ene is hier, de ander is aan de andere kant. Los niños están en los teléfonos. De kinderen zijn op hun telefoons. En una habitación oscura. In een donkere kamer. Y a ellos les encanta que hay un lugar bien oscuro con su teléfono. Ze houden van, juist van die donkere kamers om in te blijven. Con su Nintendo. Met hun Nintendo's. Con su comunicación ahí, sus videos de monstruo de met lo que sea. Hun communicatie en hun video's daar. Y en la hora de la mesa no hay mesa. En ten tijde van de tafels is er dan geen tafel. Hay que haber mesa. Er moet een tafel zijn. Hemos perdido el principio de reunir en la mesa. We zijn de principe kwijtgeraakt van het samenkomen aan tafel tijdens het eten. Donde todos mira la cara del otro. Wanneer iedereen het gezicht van los de ander aankijkt. Del otro. De ogen aankijkt. Padre, madre, hijos. Kinderen, vader, moeder. Participan del sabor que está en la mesa. En ze genieten samen van de smaken aan eso tafel. Es bendición de Dios. Dat is zegen van God. Y eso ya no hay en nuestros días. En dat zien we niet meer in onze dagen. Lo que vemos es que familias están separadas. En we zien hier nu gescheiden families. Los aparatos electrónicos separaron las familias. En de elektronische apparaten hebben onze families uit elkaar gehaald. Y aunque estén todos en una casa, pero todos están divididos. En ook al zijn we allemaal in één huis, zijn we allemaal uit elkaar. Cada uno en su mundo. Ieder in zijn eigen wereld. Los hijos son como plantas al lado de la mesa. De kinderen zijn als jonge olijfbomen rondom de tafel. Es en la mesa donde acontecen las buenas cosas, tafel, las buenas conversaciones. Aan tafel hebben we de goede gesprekken. Es en la mesa donde hay correcciones. Waar er terechtwijzing is, denk ik. Es en la mesa donde se ponen las cosas en línea como debe de ser. Waar we alles op zijn plek plaatsen. Hermanos, volvemos a la vida en la mesa. Laten we teruggaan aan tafel. Volvemos a preparar la mesa. Laten we de tafel weer voorbereiden. A traer nuestra familia a la mesa. Onze families brengen aan tafel. A servir a Dios juntos. Om samen God te dienen. A crecer juntos. Om samen te groeien. Es en la mesa que los hijos aprenden las buenas lecciones. Het is aan tafel dat de kinderen de lessen, de juiste lessen leren.
Y nunca debemos quitar de nuestro de nuestra casa este principio. En we moeten nooit deze principe uit ons huis halen. Hemos llegado ya al final. We zijn gekomen aan het no einde. No podremos más adelante. We kunnen niet verder gaan. Pero usted después de todo lo que hemos hablado. Dus nadat we na alles wat we hebben gesproken. Queríamos dejar una práctica aquí. Willen we een praktijk achterlaten? Si praktisch achterlaten. Alguien dice que el ser humano no es lo que el ver. No es el ser humano no es lo que él ve. Sommigen zeggen dat de mens niet is wat hij ziet. No es lo que él habla muchas veces. Vaak is de mens niet wat hij of zij uitspreekt. Pero el ser humano es lo que él hace. Maar de mens is wat hij of zij doet. El ser humano es lo que él hace. Nosotros somos lo que hacemos. Wat wij doen, dat is wie we zijn. Así que lo que usted hace le identifica. Dus wat jij doet, identificeert jou. Entonces escuchar todo eso aquí hoy y no hacer. En dus dit allemaal vandaag horen en daarna niks doen. Es como está escrito en el Salmo. Is het net zoals het in de psalm staat? En vano será. Het is tevergeefs. Será en vano. Tevergeefs. Entonces es importante hacerlo. Dus het is belangrijk om het te doen. Ponga esos principios como práctica en su casa, en su familia. Zet het als praktijk in jouw familie, in jouw huis. Quizás usted va a llegar en la casa. Misschien kom je thuis. Reunir su familia. Je familie bij elkaar brengen. Decirle en zeggen que le ama. Dat je van ze houdt. El esposo, diga la esposa que le ama. Man, zeg tot je vrouw, ik hou van jou. Y después diga otra vez que le ama. En daarna zeg het nog een keer. ¿Y cuántas veces quiera que le ama? En hoe vaak? La esposa haga el mismo. En de vrouw moet hetzelfde. Que le ama. Zeg dat je van hem of haar houdt. Si usted no tiene ni esposa ni esposo, diga a su hijo. Als je geen man of vrouw hebt, zeg het tot je kind. Diga a sus hijos. Zeg het tot je kinderen. ¿Cuánto le ama? Zeg tegen, vertel ze hoeveel je van hen houdt. Y como de hoy por delante, en hoe je Dios será el primer lugar, Dios tendrá el primer lugar en su casa, en su familia. Hoe vanaf nu God de eerste plek zal hebben in jouw familie. Así que somos lo que hacemos. Dus we zijn wat wij doen. Una familia feliz. Een vreugdevolle familie. Es una familia que tiene Dios. Is een familie en primer lugar. Die God als eerste plaats. Cuando tenemos Dios en primer lugar en la familia. Wanneer we God op de eerste plek zetten in onze familie. Ya los hijos no son nuestros, son de Dios. Dan zijn de kinderen niet meer van ons, ze zijn ya la van casa God. No es nuestra, es de Dios. Ons huis is niet meer van el ons, esposo, het is van la esposa God. No es mío, es de Dios. De echtgenoot is niet van mij, is van God. Todo es de Dios. Alles is van God. Él es mi creador. Hij is mijn schepper. Aleluya. Aleluya. Él es el creador de mi vida. Hij is de schepper van mijn leven. Todo que me ha dado es de él. Alles wat hij heeft gegeven is van mij. Nosotros somos mayordomos aquí en la tierra. Wij zijn rentmeesters hier op aarde. Dios les bendiga a todos. God zegen jullie en allemaal. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Familia en Cristo. Een familie in Christus. Familia que pone Dios in primer lugar in su vida. Een familie die God op de eerste plek zet in hun leven. Es una familia bendecida. Is een gezegende familie. Como dijo Jesús. Zoals Jezus het zei. Es como el hombre. Zoals de man. Que hizo su casa sobre la roca. Die zijn huis bouwde op de rots. Que los ventos no lo tumban. Die de winden niet omver konden halen. Nada puede tumbar. Niks kan het omver halen. Porque puso su casa. Want hij heeft zijn huis gebouwd op de rots. Dios sea alabado para siempre. God zij geprezen. Dios bendiga a todos. God zegen jullie allemaal. Iglesia de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si ese aplauso es para Jesús, que sea fuerte. Als het voor Jezus is, laat het harder klinken. Aleluya. Aleluya.